Een boekje. Collega's, goedemorgen. Het is omdat een bepaalde krant schreef dat ik het boek enkel aan mezelf cadeau deed. Maar dat is niet waar, ik heb het voor jullie geschreven. Dus maar dat wou ik toch even benadrukken. Het is al erg als de slechte ze al niet wil. Dus. Ja, dat hadden we begrepen. Dat hadden we begrepen, maar kijk op die manier. Maar ik ben, moet ik zeggen, eergisteravond op de trein iemand tegengekomen die het boekje aan het lezen was. En die het gekocht had en die zei, kijk eens, meneer Karel, kijk eens. Ik moet voluit gaan nu de gereglementeerde boekenprijs in aantocht is. Dus, Dames en heren, u hebt het met korting gekregen dus, een fikse korting. Ja, eigenlijk, maar we gaan de discussie niet voeren. Het gaat over het radiolandschap en over de conceptnota's. En daar voeren we gedachtenwisseling over met de minister. Daarna doen we regeling van de werkzaamheden. Nog even herinneren. We hebben de toelichting gehad, we hebben de hoorzitting gehad. Voilà, het woord is aan u. Wie vraagt het woord? Meneer Van Dalen, mevrouw Suns, meneer Bajaar, mevrouw Brouwers. Mag ik in de volgorde van de vingers? Ja? En mezelf dan. Meneer Van Dalen eerst. Dank u, voorzitter. Ja, minister, voor de N-VA staat een divers en economisch leefbaar radiolandschap voorop. Hebben we ook al een aantal keren gezegd in de aanloop naar het nieuwe plan. Onze fractie heeft in de vorige legislatuur ook al herhaaldelijk aangedrongen bij de toenmalige minister om werk te maken van die hertekening van het landschap. Het gaat om een complex dossier, zowel economisch, juridisch, technisch. En daarom was het, dachten wij, noodzakelijk om daar op tijd aan te beginnen. Zodanig dat we eigenlijk dit jaar, in 2016, de beslissingen konden nemen. Nu, we hebben veel tijd verloren. Met als klap op de vuurpijl trouwens de studie van KPMG destijds, 2013, die eigenlijk, laat het ons zacht uitdrukken, een maat voor niets was. Nu, u bent er meteen bij uw aantreden, hebt u toch gezegd, ja, ik ga proberen om toch binnen het tijdsbestek te blijven. Nu, dat is niet gelukt, dat dachten we ook wel. We hebben toen ook een jaar verlenging toegekend via voorstel van decreet. En nu hebben we inderdaad de conceptnota of conceptnota's. Nu, wij vinden daar een aantal goede, zelfs zeer goede elementen terug in die nota. De digitalisering van de radiosector, de herwaardering van de lokale radio's, de ketenradio's die in hun huidige vorm uit het landschap zullen verdwijnen, zijn voor ons belangrijke elementen. We kennen de problemen. Op landelijk niveau is de concurrentie beperkt en kunnen we enkel vaststellen, zonder daar een waardeoordeel aan te hechten, kunnen we enkel vaststellen dat de dominantie van de VRT blijft bestaan. Dat Medialaan met Q-Music en Joe FM een goede 20% van de radiomarkt inneemt en dat Radio Nostalgie ongeveer 5,5% voor zijn rekening neemt. De lokale radiomarkt kampt met verschillende problemen, bijvoorbeeld de storingen, de te kleine zendgebieden, om economisch nog leefbaar te zijn en, laat ons eerlijk zijn, ook af en toe een gebrek aan kwaliteit. Veel lokale frequenties zijn ook ondertussen onderdeel geworden van een zogenaamde ketenradio. Ongeveer 70% van de 292 toegekende lokale frequenties zouden momenteel in zo'n ketenradio zijn ondergebracht. Die zijn inderdaad wel organisch gegroeid, die ketenradio's. Maar ja, het was toch niet de bedoeling dat die op die manier tot stand zouden komen toen men de beslissingen de vorige keer heeft genomen. We moeten ook wel durven zeggen dat die ketenradio's een aantal voordelen hebben. Er is een behoorlijke schaal. De economische leefbaarheid is inderdaad beter daardoor en vaak is de kwaliteit ook beter. Maar qua inhoud is het niet wat we beoogden. Lokale radio's moesten zorgen voor inhoudelijke ontkoppeling, voor lokaal nieuws, lokale informatie. En we weten dat de ketenradio's zich daar niet aan houden, aan die voorwaarden die er eentje was voor de lokale radio's. Wat die ketenradio's doen, is non-stop uitzendingen, eigenlijk veredelde mp3-spelers, zonder presentatoren, zonder lokale inhoudelijke ontkoppeling. Wat het landelijke niveau betreft, u weet dat onze partij er geen geheim van maakt dat wij de concurrentie op landelijk niveau wel iets scherper willen laten spelen dan vandaag het geval is. Ik voeg er wel aan toe dat dit niet onbeperkt kan. We willen er ook niet in overdrijven.
Want we weten, en we hebben dat ook vorige week tijdens de hoorzitting gehoord, dat de middelen op de reclamemarkt uiteraard niet onbeperkt zijn. Dus we moeten ook zorgen dat leefbaar blijft, dat we daar niet zoveel spelers krijgen dat de koek dermate verkruimelt dat je er niks mee aan kunt. Nu, als je zegt we willen die concurrentie wat verscherpen en er mag wel een speler bij ergens, dan moet je ofwel een bestaand openbaar radionet van de VRT verkopen, ofwel een nieuw landelijk net ter beschikking stellen door de herschikking van frequenties. We kennen het verhaal. De beheersovereenkomst met de VRT sluit die eerste optie uit. Dus de VRT behoudt haar 5 netten, radionetten. Maar ook de tweede optie blijkt technisch allerminst evident te zijn. Het is geen sinecure om een volwaardig landelijk radionet met een kwaliteitsvolle landelijke dekking te realiseren in de FM-band. Nu, we lezen, meneer de minister, in uw conceptnota dat u die optie wel nog steeds openhoudt en dat u ook verder bestudeert. Nu, wij zijn benieuwd wat daar uitkomt. Voor onze fractie ligt de oplossing, hoe dan ook, voor een groot deel in de digitalisering van de sector. Op termijn is dat, denken wij, de oplossing. We hebben al bij herhaling benadrukt dat we willen gaan naar een digitalisering van de sector via DAB+. En we zijn dus tevreden, minister, dat u ook opteert voor die piste en dat u de overstap alvast voor de huidige landelijke radioomroepen naar DAB+, dat u die in het vooruitzicht stelt. U koppelt daar een tijdelijke verlenging met 4 jaar van de lopende licenties aan. We hebben daar een paar bekommernissen bij. 1. Wij denken dat de verlenging gekoppeld moet worden aan een duidelijke termijn waarbinnen de landelijke omroepen ook echt moeten uitzenden via DAB+, waarbij het echt ook geïmplementeerd wordt. In uw conceptnota stelt u enkel dat er een koppeling is tussen de verlenging tijdelijk en de investeringsplicht voor DAB+. Wij denken dat er ook echt een koppeling moet zijn met de verplichting om op relatief korte termijn, ik kom daar straks op terug, ook daadwerkelijk via DAB+ uit te zenden. Ook belangrijk hier is volgens ons een communicatieplan. In Nederland communiceert men over de omschakeling, ook in Noorwegen werd zeer actief communicatie gevoerd rond de FM switch-off. En we denken dat dat ook hier moet gebeuren, dat ook de openbare omroep, naast de commerciële spelers die van de verlenging profiteren, maar ook de openbare omroep hier een trekkersrol in kan opnemen. Laat ons zeggen, wie vandaag van plan is een radio te kopen, die moet geïnformeerd zijn dat die overstap er komt en dat die switch-off er ook komt, zodanig dat hij weet waar hij aan toe is als hij nu een nieuw toestel koopt. Het zou van de gekke zijn dat men nu nog investeert in een eigenlijk al verouderde technologie. Dus daar moet echt goed over geïnformeerd worden. En de switch-off, FM switch-off op zich is uiteraard ook belangrijk. Er wordt veel gediscussieerd, ook vorige week hier in de commissie. En we hebben er ook vragen over gesteld over de ideale termijn voor zo'n switch-off. De meningen zijn blijkbaar een beetje verdeeld. Collega's van CD&V in hun conceptnota stellen 2020 voorop. Wij vinden dit absoluut geen goed idee. We denken ook niet dat dat realistisch is. De nieuwe erkenningen zullen ingaan per 1 januari 2018. Dus dat zou betekenen dat je dan binnen de 2 jaar eigenlijk al naar een switch-off moet gaan in 2020. Dat lijkt ons een beetje moeilijk. Je zou dan eigenlijk alle auto's, bij wijze van spreken, om het plastisch voor te stellen, naar de garage moeten brengen om een nieuwe radio te plaatsen. En alle huishoudens in Vlaanderen zouden op 2 jaar tijd hun toestellen moeten vernieuwen. Dat is denk ik ook voor de mensen niet zo'n goede zaak. We moeten ze meekrijgen in dat verhaal, maar we moeten ze natuurlijk ook niet brusk op kosten jagen. Dus wij pleiten voor een realistische, voor een geleidelijke omschakeling. Maar inderdaad, wat ik al zei, toch met een vaste datum, want je moet dat ook niet rekken tot aan de horizon. We weten dat naast de digitale televisie vandaag nog altijd de analoge televisie bestaat. Ik denk eigenlijk dat dat geen goed idee zou zijn om dat voor radio ook zo te doen. Ik denk dat we echt
dat de analogen er dan op een bepaald moment uit moeten halen. Zeker, hè, wat we nu zeggen, voor de landelijke radio. U hebt ook al gezegd, minister, en wij sluiten ons daar zeer graag bij aan, dat u de stakeholders wil betrekken. En u noemde ook de auto-industrie, want daar zal dat zal een van de grote trekkers moeten zijn. De fabrikanten van elektrotoestellen. Dus het is goed dat u daar werk van maakt en dat u probeert om die in te schakelen in uw plan. En dat er ook echt een plan komt, hè, met een tijdpad, een stappenplan. Ook een beetje het vraagstuk van de kip en het ei. Als er uiteraard meer uitgezonden wordt via DAB+, dan zal er denk ik ook zullen ook meer toestellen aangekocht worden en zal die switch-off makkelijker zijn. Elektronica-ketens zullen daar ook op inspelen. Ook de prijs zal, lezen we toch, zakken op dat moment. Dus we moeten die twee dingen, vraag en aanbod, proberen samen te laten sporen. Ik noteerde hier ook dat een gemiddelde levensduur van een auto bij ons dat 8,5 jaar is. Dus dat betekent mensen die vandaag een nieuwe auto kopen, dat die natuurlijk in 2020 en een beetje langer zelfs, nog met dat oude toestel zullen rondrijden. Dus goed communiceren, tijdig communiceren. Ook belangrijk, gevolg van wat we hier verleden week gehoord hebben en wat Norkring ons ook nog nadien heeft toegestuurd. We moeten ook weten welke capaciteit we precies hebben voor die DAB+, welke frequentiespectrum daarvoor handen is, waarover we kunnen beschikken. En we moeten dan denk ik ook omspringen op een behoedzame, bedachtzame manier met die capaciteit. En we moeten dat op een evenwichtige manier toebedelen, rekening houden met nieuwe content, met nieuwe of verschillende profielen op DAB+. Vermijden ook dat alle capaciteit in de handen komt van één marktpartij of een paar marktpartijen. Cross-ownership is ook een belangrijke op dat gebied. Vandaag stipuleert het decreet dat een mediagroep maximaal 2 landelijke particuliere radioomroepen kan bezitten. Dat is logisch, gelet op de schaarste van de frequentieruimte die beschikbaar is. En met betrekking tot de cross-ownership zegt uw conceptnota dat er gekeken zal moeten worden of er beperkingen moeten komen en zo ja, welke. Nu, onze fractie is van mening, meneer de minister, dat er inderdaad wel degelijk beperkingen moeten komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat bijvoorbeeld bijna alle netwerkradio's in handen kunnen komen van de landelijke spelers van vandaag. We moeten zorgen dat daar verschillende spelers op in kunnen tekenen. Dat is een belangrijk aandachtspunt, denk ik, ook om die diversiteit van het radiolandschap dat ons dierbaar is, om dat te verankeren. De sectorraad media bracht nog een ander element in de discussie. De raad stelt zich de vraag of er ook op DAB+ geen nood is aan een zekere mate van controle op de diversiteit, professionaliteit en kwaliteit. Misschien is het goed, minister, dat u uw mening daarover is formuleert, tenzij u dat heeft gedaan al in het boek, maar ik heb het nog niet gelezen. Want nu kunt u natuurlijk zeggen, ja, het staat in mijn boek. Ik hoef niet meer te antwoorden, meneer Van Daal, het staat allemaal in mijn boek. Dat zou een mogelijkheid zijn, maar goed. Netwerkradio's, die introduceert u als een nieuwe categorie, de commerciële netwerkradio's. Geclusterde frequenties over een aantal steden, met een dekking, zegt men, van een 60 à 70 of 60 à 80% van Vlaanderen. Onze fractie vindt dit een interessante denkpiste, maar toch ook hier nog een aantal onbeantwoorde vragen met betrekking tot die nieuwe groep radio's. Bijvoorbeeld, geeft zo'n netwerk voldoende dekking om mee te spelen op de landelijke reclamemarkt? We horen nu al van sommige spelers dat ze zeggen, ja, het is eigenlijk niet interessant voor ons, want wij kunnen de landelijke reclamemarkt daar niet mee bespelen. Wij komen slechts aan 60 tot 80%. Regionale reclameontkoppeling kan dan ook spelen. Mag men of moet men één pakket uitzenden? Mag men dat ontkoppelen? Regionaal. Ik weet niet of u daar al een mening over heeft. Men wil ook werken, of u wil ook werken met doelgroepen voor die netwerkradio's. En wat we ook al hoorden hier vorige week is dat, ja, de ene doelgroep waarschijnlijk wat aantrekkelijker is dan de andere. Als je bijvoorbeeld enkel
een jazzprofiel moet hebben, dan is dat allicht minder interessant voor een commerciële speler dan bepaalde andere profielen die in het vooruitzicht worden gesteld. DAB Plus, nog eens, volgens de conceptnota moeten die commerciële netwerkradio's in een eerste fase niet op DAB Plus. Wij denken dat dit inderdaad goed is. Ze kunnen het doen, hè, als ze dat willen en als het spectrum voorhanden is, dan kunnen ze dat doen, maar dat is dan wel hun eigen beslissing. U spreekt zich, minister, momenteel niet uit over de duur van de erkenning. En dat is dan ook een vraag voor u. Gaat u uit van een erkenning voor langere duur, bijvoorbeeld 9 jaar, zoals die nu, zoals de periode nu gehanteerd wordt, of ziet u dat anders? We denken dat er wel iets te zeggen is voor een redelijke duur, omdat men toch ook moet investeren en men dat moet kunnen, die investering moet kunnen terugverdienen. Dan nog iets over de lokale radio's. Onze fractie is zeer tevreden dat er in de conceptnota geopteerd wordt voor een herwaardering van die lokale radio's. Als gemeenschapvormende partij vinden we die belangrijk. We vinden dat ze dicht bij de bevolking staan, nieuws kunnen brengen, informatie kunnen brengen die dicht staat bij de burger. Uiteraard, als dat op een behoorlijke manier gebeurt, wat in het verleden niet altijd zo was. Professionalisering is voor ons ook belangrijk voor die lokale radio's, ook het bereik dat iets groter mag, zodanig dat de leefbaarheid ook vergroot. En professionalisme, ja, ik heb verleden week al gezegd, ja, als het de bedoeling is dat een of andere onverlaat vanuit zijn garage het nodig vindt om uit te zenden alleen maar voor zijn kat, dan waar zelfs de hond of zijn vrouw niet naar luistert, dan kan dat niet de bedoeling zijn om daarvoor ruimte, frequentieruimte, in te nemen. Hè. Het moet iets meer zijn dan dat, anders moet hij het maar op internet of weet ik wat zijn ding doen. Een aantal vragen nog, minister, met betrekking tot die lokale radio's. Dus termijn van erkenning, zei ik al. Hoe ziet u dat? Twee, ook voor de andere, hè, ook voor netwerkradio's, termijn van erkenning. Waar gaan we daarmee naartoe? Maar bijvoorbeeld ook een vraag die rijst is, ja, moeten er voorrangsregels zijn voor bestaande initiatieven? Moeten er bij de nieuwe erkenningen, bij de nieuwe licenties, voorrangsregels komen om de bestaande lokale radio's, zoals we dat nu eigenlijk ook doen voor de landelijke, om die eenvoudigweg te verlengen op de frequentie die ze hebben? Ik kan me voorstellen dat dit uitgangspunt een echte hertekening van het landschap wel redelijk hypothekeert, hè, want dan heb je toch minder speelruimte om te herschikken. Dus dat lijkt me moeilijk om zo'n voorrangsregel toe te passen. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat mensen die het goed gedaan hebben en die het volgens de regels gedaan hebben, dat die zeggen, ja, wij hopen toch dat bij die nieuwe erkenningen daar rekening mee gehouden wordt, maximaal, en dat wij maximaal kunnen blijven waar we zijn. Ik zou ook wel graag, minister, van u horen hoe u dat ziet. Inhoudelijke ontkoppeling lokaal is voor ons van belang. Maar dan is de vraag, ja, als we dat zeggen, dat we die echte lokale radio's willen behouden, sluiten we dan uit dat men samenwerkt, bijvoorbeeld op bedrijfseconomische grond, zolang men maar informatie apart brengt en afkoppelt, dat men wel economisch samen mag werken, sluiten we dat uit, sluiten we dat niet uit? Lijkt mij nog een grijze zone, minister, vandaag. Dus misschien hebt u daar ook al een duidelijkere visie op. Professionalisme noemde ik al. Uiteraard moet daar naar gekeken worden als men een dossier indient. Maar ook kijken, dacht ik, naar de economische leefbaarheid van de radio's die zich aandienen. Een ander heikel punt lijkt me het verhandelen van de toegekende frequenties. U zegt in uw conceptnota uitdrukkelijk dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. We hebben inderdaad slechte ervaringen daarmee. Dus wij steunen u daarin. Meer zelfs, wij hopen dat we dat echt ook juridisch kunnen dichttimmeren, zodanig dat dat echt niet meer kan. Hoe dat moet, dat laten we aan u over. Misschien is het een optie, ik weet het niet, om te werken met een soort inschrijvingsrecht. Misschien schrikt dat bepaalde indieners met minder fraaie bedoelingen af. Ik weet het niet of dit een mogelijkheid is.
Wat de DAB Plus betreft horen we ook verschillende geluiden. De ene zegt, ook wat de lokalen betreft, hè, we willen absoluut niet op DAB Plus, het is te duur. We kunnen dat niet dragen. Anderen zeggen, hebben we vorige week gehoord, geef ons absoluut de kans om nu ook al over te schakelen op DAB+. Als lokale radio nu, wij denken dat het best is om die lokale radio's in een eerste fase inderdaad op FM te laten. Hè. Is ook in Noorwegen zo, als ik het goed begrepen heb. Dus ze daar te laten. Waarom? Omdat die capaciteit die we nu hebben op DAB+, nog altijd toch beperkt is. Technische haalbaarheid is een vraag. En de kostprijs noemde ik al als mogelijkheid, maar dat betekent hinderpaal, maar dat betekent natuurlijk niet dat we intussen tijd als overheid ook kunnen kijken wat technisch mogelijk is, hoe we met die capaciteit om kunnen gaan, om op termijn daar misschien wat extra mogelijkheden te bieden. Ik denk dan aan de blokken 5A, 5D. Die nog niet zijn toegewezen. Maar goed, ook dan is er nog maar plaats voor 36 DAB Plus netten regionaal. Dus toch iets om naar te kijken. Wil men overstappen, ook vandaag al, men kan het, maar dan zit men op de bestaande landelijke multiplex. Dus capaciteit is beperkt. Niet iedereen zal het kunnen doen. De gemeenschapsradio. Daar lezen we ook in de conceptnota van onze collega's van CD&V over dat zij daar niet meer gelukkig mee zijn en eigenlijk dat statuut willen afschaffen. We hebben dat ingevoerd in de vorige legislatuur via een voorstel van decreet, maar we zien inderdaad dat daar eigenlijk niet uitkomt wat we ervan verwacht hadden. Mijn vraag aan u, meneer de minister, hoe ziet u de toekomst voor die gemeenschapsradio's? En dan ga ik, voorzitter, besluiten met de storingen. Een probleem dat ons ook altijd al nauw aan het hart gaat. Als we nu die FM herschikken enzovoort, dan zal dat allicht voor die storingen nog geen oplossing bieden. En dat zit er niet meteen in. Maar toch onze vraag aan u om daar, ja dat wel, hè, maar binnen FM. Maar als u daar toch ook blijvend aandacht wil voor hebben, meneer de minister, om daar oplossingen te vinden of te zoeken, dan zou ons dat een groot genoegen doen. Ik wil het, voorzitter, hierbij laten. Zo, dank u wel. Radio De Haan, zou ik zeggen. Mevrouw Soens, nee, maar flauw grapje, ik geef het eigenlijk toe. Mevrouw Soens, ik krijg het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil in de eerste plaats mijn collega Katja Segers verontschuldigen, die normaal gezien dit dossier opvolgt. Dat geeft mij natuurlijk wel de gelegenheid om het zelf nog eens over media te hebben. Iets wat ik in de vorige legislatuur in een andere hoedanigheid dan in deze commissie vaak erover mocht hebben. Voor onze fractie is de omschakeling naar DAB+ niet alleen nodig om technologische evoluties bij te benen, maar het is ook een opportuniteit om de diversiteit in de markt te vergroten. En het klopt dat we momenteel in Vlaanderen helaas een sterk geconcentreerde radiomarkt hebben. Beide conceptnotas die hier vandaag worden besproken leveren voor ons een bijzonder waardevolle bijdrage met het oog op de hervorming van het radiolandschap. Onze fractie steunt dan ook de doelstellingen, de ambities en het plan van aanpak voor deze innovaties in het radiolandschap. Maar voor ons zijn er natuurlijk nog altijd een aantal vragen en bezorgdheden waarop ik verder wil op doorgaan. Eén, die vooropgestelde timing van de omschakeling baart ons eigenlijk wel wat zorgen. Momenteel luistert volgens de resultaten van de Digimeter 2015 slechts 3% van de Vlamingen dagelijks naar de radio via DAB. En de doelstellingen in zowel de conceptnota van u, meneer de minister, als deze van de CD&V-fractie zijn dan ook bijzonder ambitieus. Zo stelt u voorop dat de afkoppeling van de FM-band geïnitieerd wordt van zodra 50% van de luisterduur via DAB+ verloopt. En dit zou dan eigenlijk impliceren dat 80% van de luisteraars op een of andere manier, zij het in de auto of thuis of op het werk, via DAB+ naar de radio luistert. Het lijkt ons aangewezen om die afschakeling van de FM-band eerder te koppelen aan het percentage, bijvoorbeeld 80% of 90%, dagelijkse luisteraars in plaats van aan die luisterduur en vooral een realistische timing voor die switch-off voorop te stellen. Het is goed en ambitieus
om een snelle overschakeling voorop te stellen. Maar de overgang van analoge naar digitale televisie heeft ons geleerd dat die toch een pak trager verliep dan dat het eigenlijk eerst werd vooropgesteld. En een technologie die alleen technisch betere kwaliteit oplevert, is helaas niet voldoende om mensen aan te zetten om die overstap te maken. Mensen zijn moeilijk te bewegen tot verandering, dat weten we. En we moeten dus er ook voor zorgen dat het aanbod op DAB een pak rijker is dan wat we vandaag op de FM-band hebben. En zenders dienen dan ook volop te investeren in hun DAB-aanbod en DAB ook via hun eigen kanalen te promoten. Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat de toestellen in de auto's standaard worden, goedkoper ook worden. En tenslotte moeten we er ook vooral voor zorgen dat we op geen enkele manier zij die het minst geneigd zijn om over te stappen, en ik denk dan in de eerste plaats aan ouderen, dat we die niet achterlaten. Het mag niet gebeuren dat mensen op een dag tot de conclusie komen dat ze hun geliefde zender niet meer kunnen ontvangen op een vertrouwd radiotoestel, zonder dat ze het alternatief DAB kennen, laat staan tot hun beschikking hebben. Twee, voor ons is het ook heel belangrijk dat in deze notas wordt voorzien dat de frequenties niet langer kunnen doorverkocht worden. De koehandel in de frequenties die leiden tot een ketenvorming wordt hiermee gestopt. Het lijkt ons echter ook aangewezen om decretale garanties in te bouwen dat frequenties ook niet verhuurd of doorverhuurd kunnen worden. Drie, collega Van Daal heeft het ook aangehaald, de vergunning van de landelijke commerciële radio's wordt verlengd op voorwaarde dat zij in DAB Plus investeren. Het lijkt ons vanuit onze fractie aangewezen dat er ook een concrete deadline vooropgesteld wordt tegen wanneer hun uitzendingen op DAB Plus beschikbaar zouden moeten zijn. En daarnaast zouden we willen suggereren dat de verlenging van deze erkenning ook gekoppeld wordt aan het ter beschikking stellen van gratis advertentieruimte, te bepalen aan de hand van de luistercijfers voor de brede DAB-promotiecampagnes die u als minister plant. Het lijkt ons billijk dat ook de VRT dit opneemt. En ik denk dat we in datzelfde verband ook mogen vragen van UBA om haar leden, de Belgische adverteerders, samen met de reclamesector de handen ineen te laten slaan om voor de Vlaamse overheid een uitstekende campagne te ontwikkelen die de Vlamingen moet aanzetten om over te schakelen naar DAB. Vier, we zijn het er allemaal over eens dat de automobielsector een belangrijke rol te spelen heeft in de uitrol van DAB+. Ik wens u dan ook heel veel succes met de gesprekken die u met de sector, met VBAC, wenst aan te gaan. Het zal natuurlijk cruciaal worden om de kostprijs van DAB+ autoradio's naar beneden te krijgen. Die kosten vandaag nog, ik dacht, €300 ongeveer voor een autoradio, terwijl er draagbare toestellen zijn voor minder dan €100. De vraag is natuurlijk ook hoe de autoconstructeurs hiervan overtuigd kunnen worden. En heeft u bepaalde incentives daarvoor voor ogen? Vijf. In deze commissie wordt terecht vaak een lans gebroken voor de lokale radio's. De focus op gemeenschapsradio's in de nota van de CD&V is bijzonder valabel en ook verdedigbaar. Wij kunnen ons erachter scharen achter een invulling van een nieuwe categorie gemeenschapsradio's, waaronder ook de lokale radio's vallen. En het is ook goed dat deze een volwaardige plaats krijgen in de conceptnota. Het lijkt mij echter juridisch onverdedigbaar om de huidige lokale radio's voorrang te geven bij het toekennen van de frequenties. Het maakt bovendien een herdefiniëring van de ontvangstgebieden onmogelijk. Bij het vastleggen van die profielen moet zijn en blijven. Het houdt uiteindelijk geen steek een oproep uit te schrijven voor iets waar geen vraag naar is. Met ofwel geen inschrijvingen, ofwel een aangekondigd falen van een nieuwe radio. Daarnaast plaatst ook de reclamesector vraagtekens bij een verregaande fragmentering in doelgroepradio's, wat de concurrentie binnen de radiosector uiteraard wel ten goede kan komen, maar waardoor, en nogmaals, de economische leefbaarheid van specifieke radio's weliswaar in het gedrang kunnen komen of kan komen. En een tweede bedenking. Er is, zoals bekend, een duidelijke vraag voor een vierde landelijke commercieel net. En de argumenten daarvoor zijn ook al een tijdje gekend.
Het is ook belangrijk dat dit goed onderzocht wordt. En ik ben dan ook tevreden dat we binnenkort daarover een uitsluitsel zouden kunnen krijgen. Ik denk dat we ons allemaal zeer bewust zijn van de sterke concentratie die we in de hele mediasector kennen. Maar die bij radio wel heel hoog is. In de mate van het mogelijke natuurlijk, waarbij de grootste vraag de technische mogelijkheid is. Moeten we de optie van een vierde net zeker blijven overwegen. Ten derde, ik ben het idee van studentenradio's dat de conceptnota van CD&V lanceerde zeker genegen, maar ik denk dat hierbij toch nog wat vragen dienen gesteld te worden. Ten eerste, de meerwaarde die ze zouden kunnen betekenen is wel duidelijk. De uitwerking is dat niet helemaal. Naar welke technologie wordt gekeken? Vraagteken. Als we daarbij kijken naar de ether, moeten we dan niet spreken van een dekking van quasi de hele studentenstad? Over hoeveel radio's spreken we dan uiteindelijk? Moeten we dat bekijken als een mogelijkheid voor elk hoger onderwijsinstelling? Elke associatie? En wat met de steden waar verschillende associaties actief zijn? Ja, dat zijn een aantal vragen in verband met dit aspect. En dan de laatste bemerking en uiteindelijk vraag. Zowel in de voorstellen die gelanceerd werden door de lokale radio's als in de conceptnota van de CD&V, collega's, wordt gevraagd om de VRM uitgebreide onderzoeken te doen. Of een sterkere en uitgebreidere controle alleszins uit te voeren na de vergunningen. Mij gaat het niet zozeer over de wensbaarheid daarvan. Want uiteraard moet dit regelgeving nageleefd worden, dat is duidelijk, dat blijft zo. Maar het gaat over de haalbaarheid van dit. En mijn vraag dan hierover, kan de VRM dit effectief uitvoeren? Is dat mogelijk? Of kijken we dan aan tegen bepaalde beperkingen? En bepaalde beperkingen, ja, budgettaire beperkingen. Tot hier, dank u wel. Wel, meneer Bajar. Het woord aan mevrouw Brouwers, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Ik wil voor eerst toch de collega's die media volgen in deze commissie en vandaag ook toch Tine Soens bedanken voor de aandacht die zij ook besteed hebben aan nota van de CD&V-fractie. Jullie hebben dat allemaal blijkbaar zeer aandachtig gelezen, gezien de opmerkingen. En ik ga misschien hier of daar ook wel nog iets over zeggen. Maar dus sinds de indiening van onze conceptnota hebben wij wel veel reacties gekregen, niet alleen van onze collega's, maar ook uit de radiosector en ook de ruimere mediasector. En de hoorzitting van vorige week heeft ons natuurlijk nog meer informatie gegeven, een aantal boeiende inzichten die ons standpunten zeker ook verder verfijnd hebben. En dat wil ik toch eerst even doen voor ik met mijn vragen naar de minister kom. Een aantal voorlopige conclusies, ik zeg het voorlopige conclusies, want we hebben ook nog het verslag natuurlijk nog niet gekregen van de vergadering van vorige week. Maar dus die wij als fractie getrokken hebben, als die conclusies zijn 1. Leefbaarheid, duurzaamheid en een kwalitatief divers radiolandschap zijn doelstellingen die breed gedeeld worden. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens was in de sector. Dat status quo geen optie is, hebben we toch ook van de meeste mensen gehoord. En dat er snel enkele belangrijke knopen moeten worden doorgehaakt, zodat alle spelers zich kunnen voorbereiden op het nieuwe radiolandschap. Ook de SARC, de adviesraad, steunt het tweesporenbeleid. Optimalisatie en professionalisering van de FM-band en ondertussen ook transitie naar een divers en aantrekkelijk digitaal radiolandschap. Dat was een eerste, al meer algemene conclusie. Dan ten tweede, rond de digitalisering, want daar draait het eigenlijk toch voor een groot deel om. De digitalisering van het radiolandschap moet de prioriteit zijn. Deze technologie is energiezuiniger, geeft minder straling blijkbaar, want dat was een vraag die ik nog aan Norking had gesteld, en vooral ook meer ruimte voor een gediversifieerd radiolandschap. Alle actoren moeten natuurlijk samen duidelijk communiceren over de meerwaarde voor de luisteraars. Het gaat om een verrijkte radioervaring met extra diensten en applicaties in een excellente signaal
kwaliteit. En ik denk dat wij ook zelf hier vanuit de commissie correct hierover moeten communiceren als we worden aangesproken door mensen, ook gewone burgers die zeggen, oei, moet ik nu al een nieuwe radio gaan kopen? Ik heb ook een bericht gezien van testaankoop daarover die hun ongerustheid uiten. Allemaal goed en wel, maar de prijzen van die transistor FM met DAB Plus radiootjes, de kleintjes, die vind je al voor 30, 40 euro. Wij hebben op een bepaald moment in onze nota een voorbeeld gegeven van 2020 switch-off. Dat was inderdaad om een beetje te triggeren. Ik heb ook bij mijn uiteenzetting toen gezegd dat dat voor ons ook geen fetiche hoeft te zijn. Maar we hebben toch, ja, zelfs als het een beetje later wordt, we hebben toch nog wel een aantal jaren te gaan om die omslag te maken. En als de industrie mee op de kar springt, zeker ook de auto-industrie, dan moet dat op een haalbare en betaalbare manier kunnen gebeuren voor de luisteraars. Dus laten we daar ook niet te veel paniek schoppen op een ogenblik dat het eigenlijk nog niet eens aan de orde is, want er rond de tafel moet nog gebeuren in het najaar. Dus het blijft voor ons toch wel essentieel om een concrete datum voor die analoge switch-off en liefst zo snel mogelijk decretaal vast te leggen. Maar ik zeg het, in overleg met alle betrokken stakeholders, en we houden wat dat betreft er de rem nog een beetje op in die zin. Dus onze nota spreekt van 2020, maar laten we inderdaad eens kijken wat de ronde tafel die de minister organiseert in het najaar daar als conclusies uittrekt. Maar er zal toch iets moeten gebeuren volgens ons, want buitenlandse voorbeelden hebben aangetoond dat een zekere sense of urgency moet worden aangetoond om het publiek te gaan overtuigen van de meerwaarde. In Nederland heeft men eigenlijk geen echte concrete datum vastgelegd en we merken dat de digitalisering daar een beetje slabakt. Noorwegen daarentegen, die hebben wel een datum vastgelegd. En sindsdien is het digitale luisterwerk pijlsnel gestegen tot bijna 50%. Wellicht is het beter om enkel de landelijke zenders dan af te schakelen en de netwerkradio's, daar is nog wat discussie over, en de lokale radio's dan maar verder nog wat te laten uitzenden in FM, want ja, volgens Snorkeling is dit technisch perfect mogelijk en zou Vlaanderen de afgesloten landelijke frequenties niet zomaar verliezen. Zal op dat moment natuurlijk het zendcomfort van die lokale radio's die dan nog eventjes op die FM kunnen blijven verbeteren in een minder verzadigde FM-band. Maar ondertussen vinden we dan wel dat er voorbereidingen moeten getroffen worden om ook de lokale radiosector te digitaliseren. Maar we zitten daar met de beperkingen die vorige week nog eens duidelijk aan bod zijn gekomen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we daar verder over moeten nadenken. Ja, derde puntje waar dat toch ja, vorige week ook... daar is wel wat discussie over, maar de huidige landelijke FM-erkenningen, de drie, dat we die beperkt in de tijd en geconditioneerd kunnen verlengen, daar heb ik niet zo heel veel buiten van één speler discussie over gehoord. Dan een vierde punt, de profielen van de landelijke netwerkradio's. Die zouden natuurlijk een duidelijke meerwaarde moeten bieden voor het radiolandschap, maar zij moeten ook een correct frequentiepakket krijgen. En wat ons betreft, meneer Van Dalen, toch wel liefst ook de verplichting om meteen op DAB Plus uit te zenden, zodat het een rendabele investering is. Ik wil daar twee dingen over zeggen. De meeste mogelijke kandidaten, hè, van die nu ketenradio zijn en die allicht interesse zullen hebben voor de netwerkradio, misschien niet te veel vooruitlopen, maar wij zien toch dat de meeste onder hen nu al ook op DAB Plus zitten. Dus ja, misschien zal het voor de een of de ander een bijkomende verplichting zijn, maar ik ga er een beetje vanuit. We zullen zien wat het geeft, maar de meeste zitten er eigenlijk al op. En natuurlijk, als er dan in DAB Plus ook daadwerkelijk wordt uitgezonden, zo wordt het pas interessant. Als dat gewoon de VRT dan wordt en drie landelijke commerciële radio's, ja, dan is het uiteindelijk nog altijd redelijk beperkt voor de luisteraar. Als we onze netwerkradio's, 3, 4 of 5, dat zal allemaal moeten bekeken worden, daarbij kunnen opzetten, is het voor de luisteraar weer een extra stimulans om zich zo een radiootje aan te schaffen of in zijn wagen de nodige aanpassing te laten doen. Het aanbod moet interessant genoeg zijn, denk ik, om door te breken. Voilà, ik zit dan aan een puntje 5. Lokale radio's, ja, wij vinden gemeenschapsradio dat dan nog altijd
beter, de vlag is die beter de lading dekt. Maar goed, zij moeten een groter zendgebied toegewezen krijgen. Ik denk dat er daar ook hier blijkbaar eensgezindheid rond is. En wellicht is het dan technisch wel het makkelijkst door die frequentiepakketjes toe te wijzen met een verzorgingsgebied van 50.000 tot 75.000 mensen. En uiteraard moeten in grotere centrumsteden meerdere gemeenschapsradio's een erkenning kunnen krijgen. Daarvoor moet dan het frequentieplan Vlaanderen niet aangepast worden, hebben we geleerd, en moeten er ook geen tijdrovende onderhandelingen met de buurlanden gevoerd worden. Het vergt ook dan geen grote investeringen van die lokale zenders, want het installeren van een tweede zender voor een tweede frequentie is veel goedkoper dan het installeren van een nieuwe zender met groot vermogen. En ze moeten dan die aankoop doen, de elektriciteitsrekening die oploopt, onderhoud enzovoort. Dus we zijn ook erg tevreden dat de administratie media bij de herindeling van het frequentieplan de huidige lokale radiofrequenties maximaal zal respecteren. Dat is een de facto een soort van voorrangsregeling, maar men gaat daar toch een stuk rekening mee houden, dus dat is voor ons wel belangrijk. Dus bij het samenstellen van die frequentiepakketten, dat men daar zoveel mogelijk de huidige lokale respecteert. Ik ga het woord doen. Ik heb nog een puntje 6 en 7. Dus ook na de hoorzitting blijven wij overtuigd van de educatieve meerwaarde van campusradio's. Ik ben wel akkoord dat de vragen van collega Bajar nog een antwoord verdienen, maar bijvoorbeeld in steden waar meerdere universiteiten werkzaam zijn, zoals in Antwerpen, gebeurt dat wel, dat men daarom samenwerkt. Dus misschien kan bijvoorbeeld kunnen andere steden, studentensteden, waar meerdere hogescholen en of universiteiten samenspelen, daar een stuk een voorbeeld aan nemen. Maar goed, we moeten die vragen zeker verder uitklaren. Daar heeft u gelijk in. Maar wij denken wel dat ze een beschermde plek verdienen in ons toekomstige radiolandschap, zodat de toekomstige radiomakers en de journalisten tijdens hun opleiding alle aspecten van het boeiende radiomedium kunnen ontdekken. Ten slotte, wat hebben we nog geleerd? Mediadecreet, dat zal ook bepalingen moeten bevatten in verband met de cross-ownership om te vergaande mediaconcentratie te verhinderen. En dit zowel in FM als in DAB. Dus ik ben het daar volledig eens met de opmerking die collega Van Dalen daarover ook maakte. Een leefbaar ecosysteem moet immers de doelstelling blijven. En in de erkenningsvoorwaarden voor alle radio's in zaken professionaliteit, die erkenningsvoorwaarden die daarover gaan, moet duidelijk omschreven worden welke mediaervaring relevant is. En vooral moet de radioervaring hoger gewaardeerd worden. Ook voor digitale radio's nemen we in het nieuwe mediadecreet best erkenningscriteria op. De SARC ging daar dus in zijn advies toch op in, ook in zaken cross-ownership dus. Het SARC-advies bevat trouwens nog een aantal andere interessante suggesties met betrekking tot erkenningscriteria. En daar denk ik dat we vooral de suggestie moeten meenemen om de erkenningsprocedure te vereenvoudigen. Goed, er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Ik ga er enkele stellen aan de minister. Ten eerste over de digitalisering. Dus in het advies van de SARC werd die interessante suggestie gedaan om dus ook aan DAB-radio's erkenningsvoorwaarden op te leggen, omdat dit na de switch of natuurlijk het belangrijkste medium wordt om radio te beluisteren. Zij zeggen, in een dergelijke nieuwe context lijkt het aangewezen dat een zekere controle op de diversiteit, professionaliteit en kwaliteit, zoals deze nu voor FM-zenders bestaat, ook voor DAB+ wordt ingevoerd. Wat is uw standpunt daarover, meneer minister, en aan welke criteria wordt er dan eventueel al gedacht? Dan volgende puntje. De SARC vraagt ook om te onderzoeken of het nuttig is om het ongebruikte DVB-T-kanaal 10 om te vormen tot DAB+ frequentieblokken en een deel hiervan te gebruiken voor lokale radio's. Heeft men op de administratie die mogelijkheid al onderzocht? Wat is daar eventueel de conclusie van? Volgend punt. Uit de aanvullende antwoorden van Noorkring blijkt dat we ook wat betreft de digitalisering van lokale radio toch ook geen tijd moeten verliezen. Een lokaal frequentieplan opstellen vergt een grondige technische studie om te garanderen dat de landelijke netten geen storingen krijgen en vergt coördinatie met de buurlanden. We willen bij de minister dan ook aandringen om hier toch meteen ook
parallel werk van te maken en dit niet uit te stellen. Zowel Noordkring als de lokale radio's, en wij rekenen daar dan ook de specifieke categorie van de campusradio's bij, hebben zich bereid getoond om hier constructief aan mee te werken. En bent u, meneer minister, bereid om eventueel een proefproject op te zetten om dit lokaal frequentieplan voor te bereiden of toch wel daar een studie over te beginnen? Maar wat zijn uw inzichten daar? Wat gaat u daar als volgende stappen ondernemen? Tegelijk, het is hier nog niet aan bod gekomen, maar het stond wel in onze nota, blijven we toch ook voorstander voor een benchmarkstudie naar de DAB+-tarieven die in de buurlanden gehanteerd worden voor de verschillende radiotypes, zodat de resultaten hiervan kunnen gebruikt worden bij de onderhandelingen over toewijzing van de kanalen 5A en 5D. Dan, meneer minister, ik had het al gezegd, u plant een sectoroverleg. Gewoon vraag je of Medianet Vlaanderen daarbij betrokken zal worden, gelet op uw netwerkfunctie en ook de studiedag die zij hierover onlangs, ergens een paar maanden geleden, reeds hebben georganiseerd. Dan kom ik tot het punt over de lokale / gemeenschapsradio's. Tijdens de hoorzitting stelde de VRRO voor om de onderzoekscel van de VRM nu al een monitoring of visitatie te laten uitvoeren van de ongeveer 80 huidige onafhankelijke lokale radio's, om zodoende het kaf van het koren te kunnen scheiden en de nieuwe erkenningsaanvragen op hun realiteitswaarde te kunnen toetsen. Wat is het standpunt van de minister over dit voorstel? De VRO stelde ook voor om in het mediadecreet op te nemen dat de erkende lokale radio's voortaan ook het statuut van must-carry-zender zouden krijgen, zodat hun signaal verplicht moet opgenomen worden in het aanbod van de distributeurs Telenet en Proximus in hun zendgebied. Het is technisch blijkbaar perfect mogelijk om dit via de digiboxen te realiseren, zoals met de doorgifte van regionale televisiezenders die ook gekoppeld zijn aan hun regiocode. En het zou natuurlijk een digitale oplossing zijn voor deze zenders, zolang DAB Plus voor hen niet beschikbaar is. Wat is uw standpunt over dit voorstel, meneer de ministers? Dan nog over de netwerkradio's. In onze conceptnota willen wij de netwerkradio's meteen ook dus die verplichting opleggen. Ik heb het al gezegd, om uit te zenden via DAB+, zodat zij een quasi-landelijke dekking kunnen bereiken. Want in DAB+ hebben ze dan wel volledig landelijke dekking natuurlijk. Volgens Noordkring zijn er momenteel nog 6 à 10 landelijke frequenties beschikbaar, dus dat moet toch volstaan voor de huidige 4 commerciële landelijke zenders en de 4, ja, het zijn er eigenlijk 3, en de 4 nieuwe netwerkradio's die mogelijk nu al via DAB uitzenden of misschien stoppen met uitzenden als ze geen nieuwe erkenning krijgen. Dat is toch ook nog afwachten wat er met de huidige ketenradio's precies zal gaan gebeuren. Gaan zij samenwerken enzovoort? Dat is toch wat moeilijk op dit moment in te schatten. Maar u lijkt daar niet echt toe geneigd om die verplichting al meteen te gaan opleggen, ook aan die netwerkradio's, om dus uit te zenden in DAB+. Wat is de reden daarvoor? En als deze netwerkradio's dan een FM-frequentie krijgen voor 9 jaar, ja, dan moet de overheid natuurlijk garanderen dat zij nog 9 jaar in FM kunnen uitzenden. En dan is er eigenlijk van een analoge switch-off voor landelijke radio's niet echt een sprake in het komende decennium, of begrijp ik dat verkeerd? Bruno Hendricks die stelde voor om de eerste schijf van inkomsten vrij te stellen van het betalen van de administratieve vergoeding die u in uw conceptnota voorstelt, zolang er tegelijk op DAB+ en FM wordt uitgezonden omwille van de meerkost voor DAB+. Dit zou dan gecompenseerd kunnen worden met een hoger percentage op de omzet, eens een bepaalde omzet wordt bereikt. Bijvoorbeeld inkomsten hoger dan 1 miljoen. Wat is uw mening over dit voorstel van meneer Hendricks? In onze conceptnota stellen wij voor dat de reclamewerving van de netwerkradio's complementair moet zijn en dus liefst niet in het vaarwater mag zitten van de lokale radio's. Nu, tijdens de hoorzitting werd er door meerdere sprekers op gewezen dat dat niet evident is om een opdeling te gaan maken tussen lokale en regionale reclame. Graag hadden wij uw standpunt daarover nog eens duidelijk gehoord. En dan, ik denk bijna tenslotte, het zijn nog 2 kleine puntjes, met betrekking nog eens tot de campusradio's. Dus wij vragen toch wel dat specifieke statuut gekoppeld aan een laag vermogen
frequentie. U bent daarover in uw nota minder duidelijk. Er zijn ook nog wel wat vragen rond te stellen, zoals collega Bagère terecht heeft gesteld. Maar welk statuut en welke technische plaats voorziet u eventueel voor campusradio's in het toekomstig radiolandschap? En dan ja, over de vierde landelijke commerciële FM-zender. Misschien zit het venijn hier wel in de staart. Mijn laatste vragen. Kan de minister een overzicht bezorgen van de 10 private radiofrequenties, dus localiteit, frequentie en vermogen? Misschien hebt u dat vandaag niet bij, maar we zouden dat toch graag weten. Die zijn opgenomen in het PR4-voorstel van Mediahuis SBS om tot landelijke dekking te komen. Dus zij hebben een voorstel gedaan aan uw administratie, maar zij hebben ook gezegd dat ze bepaalde private radiofrequenties daarvoor natuurlijk nodig hebben. We zouden eigenlijk wel willen weten over welke dat gaat, want ondertussen is er natuurlijk onrust in de sector van de lokale radio's over het mogelijk wegvallen van hun frequenties. Laatste vraagje. Zal de minister de beslissing nemen op advies van de VRM over het voorstel van Mediahuis SBS, of is dat een beslissing die de Vlaamse regering moet nemen? Dat is formalistisch misschien, maar we wisten het eigenlijk niet goed. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Brouwers. Ik wil namens mijn fractie ook een korte tussenkomst doen, collega's. Ik wil overigens mijn waardering uitspreken om te beginnen aan mevrouw Brouwers en meneer Gats voor hun conceptnota's. Ik denk dat daar overigens ook heel erg veel gemeenschappelijke punten in zitten. En wat ook wijst dat er dan toch in deze vergadering, ook aan de collega's te horen, een basic consensus is over de richting waarin we moeten varen. Over de richting waarin we moeten varen is er misschien consensus, maar in de route nog altijd niet. Even onrust en de banken. Ik ga verder. Meneer de minister, voor ik van een aantal hele kleinere aspecten inga, zou ik u willen voorstellen, om naast deze conceptnota heeft een heel goed overzicht en een aantal richtingen, maar ik mis één dimensie en dat is een dimensie die niemand van ons kan bevatten. Dat is met name inzicht krijgen in de kwaliteit van lokale en netwerkradio's vandaag. Je kan namelijk niet op je eigen radio, waar je ook bent, al die kwaliteit screenen, de types muziek, de feit of er al dan niet lokale berichtgeving en nieuws is. De VRM kan dat misschien in zekere mate, ik weet dat niet. Maar ik denk dat voor de beleidskeuze in de toekomst een vorm van kwalitatieve evaluatie ook aanvullend zeer nuttig zou zijn. Wij hebben vaak de indruk, ik toch, dat er in de kwaliteit van lokale radio reusachtige grote verschillen zijn. Dat er de grootste rommel gecombineerd wordt met best fijne radio. En in die zin, je weet het niet, omdat je kan het nooit allemaal bevatten. Ik vind dat een belangrijk element, los van criteria voor de toekomst, om inzicht te krijgen vandaag. Welke kwaliteit heeft dat landschap? En de kwaliteit is minder technisch bedoeld dan programmatorisch en inhoudelijk. Los van smaken, hè? Ik bedoel van muzieksmaak, want daar heeft het allemaal niks mee te maken. En het geldt ook voor de ketenradio's. Hè? Zijn het inderdaad veredelde MP3-spelers, ketenradio's, of zijn ze iets meer dan dat? Zijn lokale radio's meer dan huis- en tuin- en keukenradio? Soms niet, hè. Ik heb een fantastische tape thuis van Radio de Molen. Als je ooit eens een uurtje plezier wilt hebben, call me. Hè. Dat is een compilatie van Radio de Molen en dat is echt in Radioland een hit. Hè. Iedereen kent dat. Dat is de vleesgeworden ironie van wat lokale radio is. Hè. De groeten aan Marie-Jean van den Bakker van op de Noek, dat soort radio. Oké, collega's. Ik wil daar niet bij stilstaan, maar laat ons ook eerlijk zijn. Daarvoor moeten we geen beleid voeren. Hè? Ik bedoel, dat is niet wat we beogen. Meneer de minister, ik denk dat het jammer is dat eigenlijk. Ik vind het eigenlijk jammer dat je een aantal zaken moet reguleren. Ik ben eigenlijk van het principe, ik ben een heel liberale insteek als het over radiomaken gaat, over journalistiek overigens ook. Nee, het zou fantastisch zijn. Van mij mag iedereen radio maken, met het genre wat hij wil en de types die hij wil. Het is alleen jammer dat de techniek het vandaag niet toelaat, anders zouden we het allemaal niet moeten reguleren. Dat zou vanzelf gaan. Ik denk dat de samenleving dat vanzelf zou filteren. Net zoals andere media gefilterd worden door de samenleving. Dus het is eigenlijk jammer, het is gewoon jammer dat je dit moet regelen. In die zin,
Ik hoop dat de techniciteit van internet morgen dusdanig gaan evolueren dat we al die hoofdstukken van een decreet die we nu gaan wijzigen en erkenningen die we toekennen, allemaal mogen schrappen binnen 5 jaar. Ik hoop het uit de grond van mijn hart. Ik ging het u juist zeggen, meneer de voorzitter, want je zit inderdaad misschien wel een beetje te veel vast aan wat radio, de definitie van radiomaken is. Want als je kijkt, kan je eigenlijk vandaag veel meer dan vroeger het geval was. Ik maak gewoon mijn eigen radio, hè? Als amateur internetradio en dergelijke perfect brengen. Dat kon je vroeger veel minder. Hè. Vandaag kan je eigenlijk met de mogelijkheden van internet. Daarboven, collega De Hucht, wat is Spotify anders dan een gepersonaliseerd radiostation? En hoe sterk neemt dat soort evolutie niet toe? Mijn kinderen, die natuurlijk niet representatief zijn, ik weet het wel, maar mijn kinderen, die gebruiken Spotify. En die luisteren heel erg veel naar muziek. En die gebruiken eigenlijk, eerlijk gezegd, ik denk dat zij heel veel radiostations helemaal niet kennen, behalve in de auto. En de auto is dus, denk ik, de sleutel tot de verandering. Dat de Groene dat moet zeggen, hè, maar ik weet het. Ik ga straks wat compenserende opmerkingen maken. Maar het is wel zo. Zolang de auto niet uw digitaal internet geweest de mogelijkheden biedt vandaag die u de huiskamer biedt. Het kan ook een elektrische auto zijn, dat is waar. Ja. Oké. Okay. Jammer genoeg moeten we het dus regelen, dat is wat ik zeg. En ik hoop dat dat ook tijdsgebonden zal zijn en zichzelf zal uitfilteren. En dan mag je in jouw garage, meneer Van Dalen, zelf ook radio maken voor uw kat. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Feel free. Ik hoop dat die kat daar ook van geniet, van die radio, of wie het ook zei. Ja, u hè? Oh nee, maar op internet dan, hè? Ja, op internet. Dus ik zeg, helaas moeten we het regelen en dus moeten we voor FM en DAB Plus wel degelijk oplossingen vinden. Om het mogelijk te maken. Ik waardeer, trouwens, los daarvan, de pragmatische aanpak die dan voor de FM-band wordt gehanteerd. Met name dat we niet alles in één keer doen, dat we de openbare radio, VRT, zijn plaats laten behouden. Dat zijn op zich wel pragmatische en goede stappen, want het heeft geen zin om het allemaal overhoop te gooien. Meneer de minister, ik begreep, maar ik zou nog graag hebben dat u het even bevestigt, dat we eigenlijk naar streven om een Duits model op een Duits model uit te komen. Klopt dat? DAB Plus voor alle landelijke zenders. Zo inclusief netwerkradio. Commerciële radio en de openbare radio. En FM voor alle lokale of regionale radio. Klopt dat verhaal? Het is een helder verhaal. Denk ik dat ook realistisch is. Maar nog wel eens een tijd zal duren, denk ik, tegen het gerealiseerd is. We hebben gezegd hoe belangrijk de auto in dat verhaal, denk ik, wordt om het mogelijk te maken. Tweede dimensie die ik wil aanbrengen is die van kwaliteit. En gelet op die schaarste, want dat is het hele probleem van mediabeleid. Het is een schaarstebeleid. Hè? Je hebt namelijk niet oneindige frequenties. En je moet die dus verdelen op basis van criteria. Denk ik dat kwaliteit een heel belangrijke component moet zijn van het toekomstig beleid. Kwaliteit niet in de zin van smaak, u of mijn smaak, muzikaal of informatief, maar toch min of meer geobjectiveerd. Balansen tussen informatie en tussen muziek, profilering en typisch muziek enzovoort, regionale profilering, whatever it can be. En dat leidt er mij toe dat we voor lokale en netwerkradio toch ook een vorm van kwalitatieve toetsing moeten opzetten voor de nieuwe licentie. En dat we die kwalitatieve toetsing ook bij momenten in de loop van processen moeten herhalen. Ofwel werken we met een oneindige erkenning en met om de zoveel jaar een toetsing, ofwel moet je met een tijdelijke licentie werken die je om de zoveel jaar opnieuw ter overweging mee gelijk. Maar ik vind dat de VRM in dit geval zeker een belangrijke taak heeft om dan, op basis van het ingediende dossier, de kwaliteit te toetsen aan de realiteit. En het is het probleem dat we gekend hebben met het feit dat heel veel frequenties verkocht zijn, doorgegeven zijn aan landelijke netwerkradio's, min of meer landelijke netwerkradio's, die niet voorzien was in het initiële decreet. Dit verhaal mogen we geen tweede keer meemaken. Ik denk dat we beter een beperkter aantal lokale radio's hebben die kwaliteit leveren, dan een immens pak, zolang we schaarste hebben op de band, op de FM-band en de AB+, kunnen we niet anders dan doen. Dus leg de lat, is mijn advies, hoog genoeg. Niet onmogelijk hoog,
maar toch op een zekere semi-professionaliteit. En screen dat, dat bandje van Ruiten de Molen hebben we al. We hoeven het nog eens terug te krijgen, bij wijze van spreken, om het enigszins met parodisch te stellen. Hetzelfde geldt voor de netwerkradio's. Ik wil voor netwerkradio's eigenlijk kwijt dat ik daar helemaal geen grote fan van ben. Ik heb ook altijd de indruk dat het mp3-spelers zijn, dat het een soort van Spotify zijn. Maar ik deel wel de gedachte die u in de conceptnota uit, met name het zou de gelegenheid kunnen bieden om een zeker profiel, qua muzieklusjes bijvoorbeeld, in Vlaanderen mogelijk te maken. Een aantal accenten die men verschillend legt, denk aan Vlaamse muziek, slager bijvoorbeeld, en andere dingen, misschien wel. En zolang er plaats is op de ether, mogen ze van mij dat gerust doen. Maar ook daar, de kwalitatieve toetsing zinvol en wellicht ook eens een bereik, een reëel bereik, onderzoek zou ook wel erg zinvol zijn, denk ik. Dat geldt ook voor lokale radio. Ik heb soms de indruk dat dat bereik zeer, zeer beperkt is. Maar goed, reclame is dan misschien de beste toetssteen van de manier en de mate waarin ze reclame verwaren. Dan over de landelijke radio. Wil ik gewoon kwijt een vraag stellen, minister. Nee, om vanuit mezelf de kwalitatieve bekommernis is eigenlijk een vraag die ik wil stellen. Gaan we werken voor de landelijke frequentie die we extra willen toekennen? En ik dan voor de netwerkradio's via een veiling van een licentie of via een beauty contest? De eerste is een commerciële overweging die het meest kan opbrengen voor eventueel een overheid, voor zover dat veel kan opbrengen. De andere is, we gaan eigenlijk op basis van inhoudelijke profilering frequentie toekennen. En de logica dat SBS die krijgt, is natuurlijk groot. Ik weet dat ook wel. Het is de enige speler die niet en televisie en radio tegelijk bezit. Maar de vraag is of dat een factor is die doorslaggevend is. En tegelijkertijd komt dan de vraag boven, zoals al gesteld is, zullen andere landelijke radio's ook een licentie krijgen in de tijd beperkt? Of is die ook ad aeternam, eenmaal verworven, voor altijd verworven? Zo, denk, voor mijn part mag die licentie onbeperkt zijn in duur, maar moet er minstens een toetsing zijn om de pakweg 4 of 5 jaar om dat te doen. En tenslotte, 2 aspecten nog. Ik ondersteun ook belang dat collega's hechten aan de stralingsproblematiek. Het is een factor die erg pleit pro-DAB+. Dus laat ons daar ook op inzetten. Dan nog een opmerking. Minister, ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat er in Vlaanderen vandaag geen radio gemaakt wordt vanuit een aantal allochtone gemeenschappen. Ik vind het verbazingwekkend dat pakweg mensen van een Turkse origine of een Marokkaanse origine geen radiostations hebben bij ons. Ik bedoel, Vlaamse radiostations, hè? Die op onze FM-band een plaats willen verwerven. Dat verbaast mij. En ik vraag me dan af, komt dat door de regelgeving die je dat bemoeilijkt? Of is dat een medium dat ze zelf niet erg... Dus u kan misschien ook niet antwoorden, maar de vraag is, kan daarvoor plaats zijn? Nee? Kan daarvoor plaats zijn voor wat ik zou noemen, ondertussen couleur lokaal, of een soort van gemeenschap van mensen die ook een aantal eigen muziekgenres of nieuws, die een combinatie is van Belgisch nieuws met internationaal nieuws, die over het land van herkomst gaat bijvoorbeeld, of over een regio van herkomst. Is daar plaats voor in Vlaanderen? Is dat mogelijk? En tenslotte, ik heb nu zelf beslist, collega's, ik ga binnen enkele jaren zelf een radiozender maken met wat ik noem alles behalve mainstream muziek. En ik ga dan bellen naar de collega's om dat samen te doen. Vanuit de garage, voor onze gezamenlijke katten. Ik dank u. Minister? Nee, ik denk dat daar een markt voor is. Ik ben ervan overtuigd dat daar een markt voor is. Voor alles behalve mainstream muziek. Meneer minister. Ja, ik zou op die laatste opmerking van alles kunnen zeggen, maar gaat niet doen. Collega's, dank u voor de sterke inhoudelijke tussenkomsten. Zelfs al is het ook niet aan mij om die kwalitatief te beoordelen, maar de link te maken met de tussenkomst van meneer Caron over de kwalitatieve beoordeling van de radio's. Nee, wat ik wil zeggen is, deze discussie vindt natuurlijk plaats in het tussenstuk
tussen de conceptnota zelf, of de conceptnota's, meervoud, hè, en de opstap naar het decreet, waarbij een aantal dingen wel in het decreet zullen bepaald worden, maar waarbij er zeker in de uitvoering ervan nog ruimte zal zijn in het najaar om bepaalde bijkomende inhoudelijke keuzes te moeten of te willen maken. Dus ik wil maar zeggen, ik zal proberen op de meeste opmerkingen een antwoord te geven, maar we zitten nu nog in de fase, zelfs al gaat de tijd snel, hè, waarbij wij inderdaad bijvoorbeeld het advies van de SARC nog wat grondig willen bestuderen, omdat het nog maar net binnen is, waarbij wij ook rekening willen houden met een aantal zaken die gezegd zijn in de hoorzitting vorige week, waarbij we ook gesprekken hebben, hè, op het kabinet natuurlijk, met allerlei stakeholders, en waarbij we dus vanuit die filtering komen hopelijk tot de juiste beslissing in het ontwerpdecreet, hè, waarvoor wij inderdaad nog steeds wel de deadline van half juli voor ons hebben. Dat is niet zo veraf meer. Dus even proberen een aantal elementen te clusteren. Waar ga ik beginnen? Ja, dus misschien met een eerste element. Het is wel degelijk de bedoeling. Ik begin bij meneer Van Dalen. Ik zal dan wel, zoals gewoonlijk, hopelijk de meeste onderwerpen behandelen. Het is toch wel degelijk de bedoeling dat wanneer wij de vergunningen zullen uitreiken eind 2017 voor de netwerkradio's, om toch ook de opstap naar DAB Plus te maken. Dus met andere woorden, dat is door een aantal andere fracties wat affirmatiever gesteld en door u gevraagd. Het lijkt toch wel, het is toch wel de bedoeling om buiten de transformatie van de landelijke zenders naar DAB Plus, de netwerkzenders ook de verplichting te geven om naar DAB Plus door te gaan. Om op die manier, na verloop van een bepaalde tijd, ik ga straks proberen uitspraken te doen over de termijnen van vergunning zoals we die nu zien, dat we dan inderdaad beschikken over een aantal landelijke zenders die talrijker zijn dan vandaag op de FM-band en die dan op DAB Plus zitten. Hoeveel exact, daar ga ik me nu nog niet op vastpinnen, maar u kan zich daar wel een idee van maken. Hè. Als we op dit ogenblik op 8 zenders zitten op FM en we spreken over maximaal 4 netwerkradio's, hè, wat in de conceptnota aan bod komt, ja, dan moet je gewoon een optelsom maken. Hè. Dan zit je met, en dat lijkt op het eerste gezicht, hè, ook rekening houden met een aantal onderzoeken van Econopolis, met betrekking tot de Waalse reclamemarkt. Dat is misschien een beetje een rare benchmark deze keer. Een haalbare rekbaarheid van het nog net iets optimaliseren van de reclamemarkt zoals ze nu is. Dus met andere woorden, het lijkt alsof je een bestaande reclamemarkt op dat ogenblik zou gaan verdelen van gedeeld door 8 naar gedeeld door 12, om het nu in dat spectrum te zetten. Maar het blijkt toch wel uit de iets meer spelers die op de Waalse radiomarkt actief zijn, dat dit nog net kan, dat dit haalbaar is. Dus met andere woorden, dat je niet noodzakelijk de bestaande koek verdeelt, maar dat je hem nog net iets groter kan maken. Ik ben natuurlijk, ik heb geen glazen bol, hè, maar dus die spanning zit er nog op. Als je natuurlijk gaat naar 20 of meer nationale radio's, is dat niet meer waar. Hè. Dus die spanning zit daar nu nog net op. En dat is natuurlijk het moeilijke evenwicht, ook het algemeen belang. Ik bedoel dat woord toch in deze ook wel te gebruiken, waarmee we rekening willen houden met de kwaliteit met de verschillende complementaire radio's voor de luisteraars en anderzijds de leefbaarheid voor de radio's om verder te kunnen evolueren. Dus dat, vandaar dat we zeggen, ja, inderdaad, aan netwerk, erkenning en vergunning van netwerkradio's zal ook die DAB Plus verplichting gekoppeld worden. Op dit ogenblik is het in elk geval zo, dat hebt u in de conceptnota gelezen, dat we de omschakeling van de bestaande landelijke FM-radio's willen verlengen voor 4 jaar in hun FM-erkenning en vergunning. En dan de volledige doorstart naar de DAB Plus-radio's. Dat maakt dat je uiteraard voor de andere radio's in de logica eerder zit van de 9 jaar. Ik weet daar nog een beetje discussie over bestaat. We zijn die modaliteiten nog wat ten opzichte van elkaar aan het afwegen. Hè. Vandaar dat ik nog geen definitieve standpunt daarin neem. Maar de regel is eigenlijk dat als je de nieuwe erkenningsronde laat ingaan, dat je voor een volwaardige erkenningstermijn en vergunningstermijn, want de twee zijn niet hetzelfde, van 9 jaar gaat. Hè.
En de enige reden dat je een uitzondering maakt voor de landelijke is dat je hen eigenlijk wil gebruiken als locomotieven voor de omschakeling naar DAB+. Hè. Zullen we trouwens goed moeten juridisch motiveren, hè? Want dat staat in een aantal uitgangspunten van de conceptnota. Ik denk dat die grotendeels gedeeld worden. Hè. Ik heb het gevoel dat die rond de doelstellingen van waar we naartoe zouden kunnen en moeten gaan met het radiolandschap, dat er een heel groot draagvlak is binnen deze commissie over oppositie en meerderheid 1. Maar we moeten natuurlijk altijd alles juridisch goed motiveren, omdat, zoals meneer Caron terecht zei, of het nu over FM gaat, zeker voor FM, maar ook voor DAB+, in zekere mate, we toch altijd de technische schaarste willen en moeten herverdelen. Dat is een eerste element. Ik ga straks op de... Ja. Bon, willen we dat allemaal doen, dan zal er natuurlijk vrij veel communicatie en heldere communicatie nodig zijn. U weet dat wij in het begin van het najaar een partner willen hebben na openbare aanbesteding die bij machte is om heel de voorbereiding van deze switch-off, want daar moet het dan toch toe leiden, voor te bereiden. Sommige vragen, wie zal er allemaal aan de ronde tafel zitten? Wat mij betreft is dat zo breed mogelijk. Hè? Met andere woorden, was een, denk ik, een vraag van mevrouw Brouwers rond één specifieke partner. Ik ben het nu even kwijt. Ja, Medianet Vlaanderen bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt me evident dat daar verschillende partners zitten. Zowel uit de mediasector als uit de industrie en de groot- en kleinhandel. Laten we dit nog even afwachten en dan moet het mogelijk zijn om ten laatste in het begin van 2017 die datum in wijsheid te bepalen. Hè. En effectief, het is een niet eenvoudig spanningsveld tussen de switch-off snel genoeg te bepalen, omdat er anders niets gaat bewegen, dat weten we allemaal, en anderzijds rekening houden met een aantal sociale factoren, waar bijvoorbeeld mevrouw Soens ook heeft opgewezen en die mij ook al bereikt hebben, van hoe snel kunnen we mensen vragen om een nieuw toestel te kopen en ook welke rol kan de industrie daarin spelen. Hè? Want allee, laat het duidelijk zijn, we gaan de industrie niet subsidiëren om, zou ik zeggen, maar er wordt naar incentives gevraagd. Hè? Er zullen dus geen financiële incentives zijn richting private spelers om mee te stappen in het verhaal. Dat lijkt me de wereld op zijn kop. Ik ken zelf iets van een bepaalde sector van handel voeren. Het is in het belang van de spelers om toenemende aantal, of het nu in de auto is of vaste toestellen thuis, van die toestellen te kunnen verkopen. Dat is een interessant perspectief voor die spelers. En als zij slim zijn, zetten zij daar ook, en we zullen daar zeker op aandringen, hè, maar toch een werkbare prijszetting, hè, die op dit ogenblik, dan mogen we toch nog wel zeggen, toch te wensen overlaten. Het is zo inderdaad, mevrouw Brouwers heeft het gezegd, ik treed haar bij, dat het mogelijk is om een DAB plus toestel te kopen voor de prijzen die u genoemd hebt. Maar u hebt dan inderdaad zeer basic toestellen en er moet daar inderdaad toch nog wel iets aan gedaan worden. Maar dat is in het belang van de industrie om dit te doen. En dat is dan in het belang van ons om dat op een realistische manier te doen. Dus ik ga mevrouw Soens maximaal rekening houden met ook die aandachtspunten die u genoemd hebt. Het is niet de bedoeling van in het hele debat over de digitale kloof hier nog eens een groep bij te creëren die kloof aan de slechte kant van de kloof staat. Dus ik heb daar oog voor. We zullen dit zeker meenemen in de ronde tafel en we zullen kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. Dan is er ook een vraag gesteld naar, ja, ook de capaciteit van DAB+ is beperkt, dat weten we. We zijn nu de globale oefening aan het doen. Hè. We zijn aan het kijken van, wat is er voorhanden binnen de MUX op de VRT? Wat is er voorhanden nog binnen de MUX van Norkring? Hoe zit het met de termijn waarop er mogelijk en wellicht een vrijmaking zal nodig zijn van 5A en 5D? En er is ook de vraag gesteld van, en die nemen we zeker samen mee, met het DVB-T-netwerk, hè, zit daar ook bij. Dus we gaan de globale capaciteit bekijken. In eerste instantie om te zien hoe we naar een beter level playing field voor nationale zenders, lees vandaag nationale FM of landelijke FM en toekomstige netwerkradio's kunnen creëren. Maar we zullen ook parallel toch al de oefening doen
om te bekijken wat dit lokaal kan geven. Ik bevestig de vraag naar het Duitse model van meneer Caron, dus landelijk DAB+, lokaal FM. Maar inderdaad, er zijn binnen de lokale radiosector verschillende stemmen te horen. Ik heb hen met de conceptnota gewoon de zekerheid en ook een beetje de rust willen geven van kijk, we willen hier geen revolutie creëren. De goede spelers, ik kom er straks op, degene die nu dat al jaren doen, willen we verder die kans op erkenning en vergunning blijven geven. En ik heb hen niet onrustig willen maken met te zeggen, er zal ook een DAB Plus spoor aan gekoppeld worden. Dus ik wil dat nog eens herhalen, dat we dat niet gaan doen. Alleen zijn er een aantal spelers die zeggen, we moeten ons wel de kans geven om het te mogen doen in bepaalde gevallen. En dan willen we kijken, parallel, wat kan een DAB Plus zou ik zeggen, pakket lokaal betekenen. Maar ik ga dat rustig onderzoeken. We gaan eerst de dingen doen die in de conceptnota staan. En ik wil nog eens herhalen, de lokale radio's kunnen op FM blijven. Er is duidelijk gevraagd om vanuit verschillende fracties om het cross-ownership toch wat kritischer te bekijken. Dus ik neem die bedenkingen zeker mee, omdat men natuurlijk een legalistisch standpunt kan hanteren waarbij eigenlijk het loutere Belgische en Europese mededingingsrecht van toepassing is en verder niets. Maar u en mijn bekommernissen kennende in verband met een bepaalde diversiteit in het medialandschap lijkt het wel aangewezen om in het nieuwe decreet te bekijken hoe we toch een aantal redelijke beperkingen met betrekking tot cross-ownership kunnen inschrijven om op die manier de diversiteit te bewaren. Anders riskeren we, als we dat niet doen, misschien op een nationale of een landelijke schaal te krijgen wat we in het vorige decreet met de netwerkradio's lokaal gehad hebben. En dat wil eigenlijk niemand. Dus ik beperk niet graag wanneer het niet hoeft. Maar all things well considered zullen we hier toch kijken dat verschillende actoren op deze radiomarkt en in deze radiosector actief kunnen zijn. En dat het los van mededingingsbeperkingen, dat de zaak voor iedereen toch toegankelijk blijft. Dat zijn een aantal zaken die ik blijkbaar al beantwoord heb. De discussie over wat is een lokale radio, wat is een gemeenschapsradio, wat is een campusradio. De tijd dringt en dwingt ons wel om daar een meer heldere lijn in te krijgen dan vandaag het geval is. Ik ga daar op dit ogenblik nog geen sluitende uitspraken over doen. Ik denk dat meneer Bajar terecht een aantal gewoon operationele vragen rond campusradio's gesteld die we gewoon moeten oplossen. Zelfs al vind ik campusradio's als uitgangspunt een goed idee, maar hoe doen we dat dan concreet? Wat is de positie van de gemeenschapsradio's? Daarin zijn gemeenschapsradio's dan per definitie lokale radio's en omgekeerd. Staan we nog toe nog even die terminologie uit te klaren en daar de nodige duidelijkheid over te geven. De bedoeling is in elk geval om het lokale landschap voldoende verdere kansen te bieden ten opzichte van wat er vandaag is. Met andere woorden, als je collectief vaststelt als politieke overheid, of het nu de regering is of het parlement, dat de huidige netwerkradio's, de oneigenlijke netwerkradio's, er gekomen zijn zonder dat wij het wilden. En dat we dus daar een duidelijker profiel voor de toekomstige willen in creëren. Dan betekent dat we iedereen, ook de huidige netwerk, eigenlijk oneigenlijke netwerkradio's, de kans zullen geven om mee te dingen naar een erkenning en een vergunning van netwerkradio. Ik kan niemand vooraf zeggen van jullie mogen niet meedoen. Dus, maar tegelijkertijd met de profielkeuze die op dit ogenblik nog niet volledig vast ligt van wat die netwerkradio's dan kunnen zijn, dan willen we daar toch, laten we zeggen, een verhoging van, ik ben nu heel onvoorzichtig, van niveau, van professionaliteit en dergelijke meer, omdat zij doorgroeien tot landelijke radio's binnen enkele jaren. Dit gezegd zijn, ik ben daarmee begonnen, betekent dat we voor de lokale eigenlijk de kansen die zij vandaag hebben verder willen blijven geven. Dus met andere woorden, ik neem de bedenkingen van enkelen onder u, meneer Caron, in het bijzonder mee rond,
kwaliteit en dergelijke meer. Ik neem ook de bedenkingen mee van, ja, krijg je dan één keer een vergunning voor 9 jaar en dat is het, of moet er daar nog een tussentijdse toets in zijn? Ik wil dat zeker meenemen, maar ik wil toch ook de lokale radio's een beetje laten wat zij zijn. Gisteren nog een gesprek gehad met een interessante gesprekspartner van lokale radio, die zei, ja, wij moeten nu 3 nieuwsbulletins per dag doen, maar in feite, wij geven eigenlijk heel de dag door informatie op een andere manier. Moet dat dan op die manier blijven? Ik vind dat een interessante vraag. Hè. We hebben nu dat iets wat geformaliseerd, met de beste bedoelingen. Hè. Maar de vraag is daarmee dan alles opgelost? Hè? Kunnen zij nog autonoom aan die nieuwsgaring geraken? Of moeten zij niet allemaal inschakelen op grotere persagentschappen en dergelijke meer? Dus die vragen wil ik meenemen, maar tegelijkertijd wil ik toch ook een zekere vrijheid laten aan de lokale radio's van hoe zij hun zaken invullen. Het is geen eenvoudige discussie, dus ik wil daar toch niet te beperkend in zijn. Maar dat er, laten we zeggen, mensen met ervaring in het vak, dat we een bepaalde deskundigheid in radio maken, dat is los van een aantal formele, financiële en andere voorwaarden, daar wil ik wel op de nadruk op leggen. Hè. Voorrangsregels lijkt me in die zin zeer moeilijk, maar als men natuurlijk zegt, ja, we moeten een bepaalde ervaring hebben, dan dat is geen juridische voorrang, dat is een inhoudelijk beoordelingscriterium. Voorrang lijkt mij te ver gaan, ervaring inhoudelijk lijkt mij wel een van de goede beoordelingscriteria. We nemen zeker ook de storingsproblematiek nog mee. We zijn trouwens in onderhandeling over een volgend pakket van weg te werken contentieus met de Franse gemeenschap. Daarover meer in een aparte vraag die wellicht op komst is, meneer Van Dalen. Hè. Maar dus we zijn daar in de stap voor stap optie nog verder aan het gaan. Maar we hopen inderdaad dat de DAB+-regeling ons ook zou kunnen verlossen van een aantal elementen van contentieus, al zal dat misschien nooit helemaal het geval zijn. Ik ben even aan het kijken. Ja, er is uiteraard ook de vraag nog even gesteld naar de vierde landelijke radio op FM dan, hè, tijdelijk, hè, totdat de omschakeling ook daar naar DAB+ zou moeten gebeuren of gebeurd zijn. Kijk, we zitten op dit ogenblik met een dossier dat volgens de regels van de kunst is ingediend, maar dat tegelijkertijd erin is op basis van, als ik het zo mag zeggen, een aantal wiskundige en fysica assumpties. En dat wordt dan beoordeeld door onze administratie, eveneens met de grootst mogelijke deskundigheid en volgens de regels van de kunst, maar ook met wiskundige en fysica modellen. Dus met andere woorden, men krijgt de vragen die theoretisch in zeer grote mate wellicht juist zullen zijn, maar men weet niet altijd wat het dan precies in detail op het terrein geeft. Hè. Vandaar dat we op dit ogenblik die terreintesten ook aan het doen zijn. Die zijn bijna afgerond en op basis van de testen zullen we dan kijken in hoeverre de ene of de andere partij, mijn administratie is natuurlijk geen partij, maar het is nuttig van terreintesten te doen om te zien in hoeverre de theoretische en de praktijktesten, theoretische uitgangspunten en de praktijktesten elkaar aanvullen of tegenspreken. Dus wij doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, dat wil ik toch wel zeggen. En ik wil dus ook wel met klem tegenspreken dat de toekenning van een vierde landelijk net, een frequentie en een vergunning daarvoor, een politieke keuze zou zijn. Dat is een technische keuze en dat wil ik toch benadrukken. Hè. Dus in de ene of de andere richting, we hebben ook gezegd dat einde juni, we zijn er niet ver van daar, hè, het laatste begin juli daar duidelijkheid over zal zijn. En het is ook de Vlaamse regering, en dat is ook door een van u gevraagd, die zich daar uiteindelijk zal over uitspreken en zal over buigen. Maar wij zijn het dossier op de best mogelijke en op de meest gedetailleerd mogelijke manier aan het voorbereiden. En zeker niet met elementen van willekeur of politieke bedenkingen. Integendeel. Dan denk ik dat ik een aantal elementen. Ja, dus er was nog een precieze vraag, ook van mevrouw Brouwers, over het SARC-advies. Dat ik nog eens
ten gronde moet doornemen over een bedenking, een terechte bedenking volgens mij, dat als je controle op FM-frequenties en vergunningen uitvoert, dat je dat ook op DAB Plus moet doen. Dat lijkt me wel evident. Hè. We gaan daar uiteraard de dossiers op dezelfde manier beoordelen en controleren. Wat betreft ook uw bezorgdheid rond benchmarkprijzen, de tarieven die voor radio's op dit ogenblik voorhanden zijn om op DAB Plus te kunnen gaan. Ja, we gaan daar niet echt een lijvige studie rondvoeren, maar inderdaad, we gaan wel die benchmark doen, omdat we weten dat er daar op dit ogenblik op het eerste zicht toch vrij grote verschillen met de buurlanden lijken te zijn. En het lijkt toch zinvol om ons daar minstens van bewust te zijn. En wanneer we dus die twee bestaande MUX'en, de derde vrij te maken MUX en de DVB-T, piste samenzetten, dat we daar toch voor zorgen dat DAB Plus in de realiteit ook zo toegankelijk mogelijk gemaakt wordt. Wat betreft uw vragen over het must-carry gegeven en de dienstverdelers, dat zal ik onderzoeken. Ik kan daar nu niet zomaar over zeggen. Wat we juist gaan doen, we hebben dat ook gehoord vorige week op de hoorzitting, en daar wil ik ook nog een aantal elementen door mijn administratie laten onderzoeken. Een van uw stokpaardjes, maar daarom niet onterecht, hè, is wat met de regionale reclame en hoe groot is de koek voor de verschillende spelers. Hè? Maar u hebt een zeer terechte vraag. Hè? Daar wil ik toch ook, wanneer we duidelijkheid hebben over hoe we het decreet in werking laten treden, ook toch nog wel een gesprek over hebben met de VRT. Hè? Omdat wanneer het duidelijk is hoe de VRT landelijk te werk gaat, en daar gaat het eigenlijk niet over, maar ook met de ontkoppeling van Radio 2 dan, hè, wellicht op DAB+, dat we dan kijken, wat is de positie van de VRT als regionale reclamegaarder, vergaarder ten opzichte van de anderen. Hè, omdat we er toch af en toe signalen over krijgen dat de symbiose niet perfect verloopt, ik druk me voorzichtig uit. En daar wil ik toch ook wel uitsluitsel over krijgen van hoe zij zich daar het beste op stellen. Ik zeg dit met in alle rust en niet om de VRT daarin op te zoeken, maar omdat ik ook weet dat op dit ogenblik de reclamemarkt voor de VRT, en u kent ook de plafonds die wij daar allemaal in de beheersovereenkomst hebben ingestoken, nog altijd zeer gezond is. Dus het is niet zo dat een problematische markt is, integendeel. Die is gelukkig voor de VRT en gelukkig voor de andere spelers gezond. En we hopen die misschien nog net iets op te rekken, zie het eerste deel van mijn tussenkomst. En dan denk ik dat het toch goed is dat men met de kleintjes ook rekening houdt, om zo te zeggen. Dus en daar wil ik toch wel heldere afspraken met hen over maken in het kader van hun positie in het ecosysteem, ook op dat vlak. Ja. Ja, misschien nog twee elementen van meneer Caron om af te ronden. Inderdaad, wanneer wij op dit ogenblik nieuwe vergunningen of erkenningen geven, dan is het eerder het model van de beauty contest, hè, dat we nastreven. Dus niet zozeer de veilingen of niet de veilingen. En u hebt dan nog een zeer particuliere vraag gesteld over quid allochtone radio, als ik het daartoe mag reduceren. Ja, we zien dat aan de overkant van de talengrens de collega's van de Franse gemeenschap daar al hier en daar frequenties hebben voor vrijgemaakt, onder meer in Brussel. Bij ons is dat nog niet zo. Kijk, dat zullen wij meenemen in de dossiers die ons al dan niet zullen bereiken wanneer de lokale radio's de nieuwe vergunningen aanvragen. Dus ik sluit daarbij niets uit, maar dat is ook geen, geen beleidskeuze om daar vooraf ruimte voor te maken. Maar ik kan me inbeelden dat dat nu voor sommige dossiers het geval zou kunnen zijn. Laten we dat dan op dat ogenblik beoordelen. Ik besef dat ik nog niet op elk detail heb kunnen antwoorden. Dus dat is ten eerste omdat ik het inderdaad op dit ogenblik nog niet altijd kan. Misschien is het ook soms omdat ik het nog niet altijd helemaal wil. Niet om u het akkoord, om u het antwoord niet te geven. Maar omdat we nu in die delicate en broodnodige tussenfase zitten, in de sprong van conceptnota naar decreet, en ik kan me inbeelden dat er hier en daar nog wel een aantal dingen zouden kunnen veranderen, maar dat zal dan toch eerder over details gaan. Omdat ik geloof dat de sporen die we vandaag besproken hebben op basis van de twee conceptnota's en uw bekommernissen,
toch in zeer grote mate gelijk lopen. Minstens wat de doelstellingen betreft, maar ook in heel veel gevallen wat betreft mogelijke operationele gevolgen. Dus ik denk, voorzitter, als ik zo mag zeggen, dat ik met deze discussie absoluut verder kan en hoop u dan de komende weken te verblijden met iets meer gedetailleerde keuzes die dan ook hopelijk de sector enige zekerheid kunnen geven, al was het maar met betrekking tot duidelijkheid, zekerheid van hoe gaat het nu verder. Daar heeft de sector ook uiteraard ten volste recht op en voeren wij naast met u ook met hen nog de nodige gesprekken om alle gevoeligheden in kaart te brengen en dan de juiste afweging binnen de Vlaamse regering te kunnen doen. Dank u wel, minister. Collega's, zijn er mensen die nog wel aanvullende vragen replieken? Meneer Van Dalen? Maar heel kort, voorzitter. Ik dank de minister voor zijn omstandige toelichting. En inderdaad, minister, uiteraard zullen een aantal zaken nog in de plooi vallen de komende weken. Dus wij horen zeker nog wel welke kant het uitgaat. Misschien, collega Caron, één bedenking die ik mij maakte, hoor, maar gewoon zomaar. U pleit voor allochtone radio. Ja, ik vraag mij dan af, ja, moeten we dat per se willen? Hè? Of wat is de beste situatie? Wil je segregatie, wil je integratie? Is het niet beter? Of is het geen goede zaak als die gemeenschappen de behoefte niet voelen om inderdaad aparte radio's te hebben, als ze zich thuis voelen, als ze zich herkennen in onze bestaande media, hè, waar wij trouwens ook altijd voor pleiten als we het hebben over beheersovereenkomsten en andere, dat daar voldoende aandacht is voor die nieuwkomers. Dus dat is een vraag die ik mij stel en dat wou ik u toch even opmerken. Nog collega's, mevrouw Bastiaans. Voorzitter, dank u. Nog een hele kleine aanvulling of vooral een aandachtspuntje voor u, meneer de minister, wanneer het gaat over lokale radio's in een stedelijke context. Omdat de morfologie van een stad is dikwijls ook helemaal anders. Wat maakt dat het bereik van lokale radio's in een stedelijke context dikwijls ook wel moeilijk is. Collega Van Dalen heeft er ook al even naar verwezen, andere collega's ook, naar de ruis en zo verder. Maar in een stedelijke context wordt dat dikwijls nog wel wat moeilijker omwille van hoogbouw die er terecht ook wel is. Het is niet voor niks dat Radio FM Brussel een sterker vermogen heeft dan over het algemeen eerder lokale zenders. En dus dat is een aandachtspunt dat ik u toch wel zou willen meegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook in een stedelijke context er lokale radio's zijn. Die hebben op zich ook al wel in een stad kunnen die een groter bereik hebben. Die hebben ook een eigenheid alleen omwille van de dynamiek in een stad. Maar dan moeten we er natuurlijk ook wel voor kunnen zorgen dat dat bereik ook wel optimaal is. En dus vandaar dat aandachtspuntje dat ik u nog graag wil meegeven. Minister nog? Nee, ik wil alleen maar een collega Van Dalen reageren. Nee, het was geen pleidooi voor ofzo, het was een vraagstelling die ik en een opmerking die ik maakte, omdat het mij verbaast dat we vandaag niet dat effect hebben. Luister, het valt mij ook op dat muziek met pakweg een Noord-Afrikaanse origine, al is die in een poppy versie gemaakt, op onze eigen zenders ook niet echt veel plaats krijgt. En dus denk ik dan vaak, wellicht luisteren veel mensen met een allochtone origine naar buitenlandse radio. En dan zou ik eigenlijk liever hebben dat ze hier radio maken dan dat ze naar een buitenlandse radiostation luisteren. Maar het integratiemodel, daar komen we sowieso op uit en dat is het ideale model. Maar misschien zijn er stappen onderweg te zetten. Maar ik wil het niet forceren in de richting. Ik bedoel, de vraag was, is er ruimte daarvoor in een landschap? En wat als zo'n vraag komt? Hè? Of moeten we dat op een andere manier opvangen bij de openbare omroep? Maar het is een heel open vraag. Nog collega's, nee? Dan denk ik dat we in de stand van zaken van dat thema hierbij kunnen afsluiten. Ja. En dan gaan we ook de zitting, het open gedeelte van de zitting hierbij afsluiten. Ja. Misschien nog hier, even op dat puntje van de kunst.